overtuigen. Vandaag gaan we het hebben over overtuiging. Je hebt de gemeente Deventer, Robeco, de pensioenfondsen, gisteren waarschijnlijk voorbij horen komen, over investeren in infrastructurele projecten, over het inzetten van mantelzorgers in de thuiszorg en over het uitkeren van bonussen. En je mag jezelf afvragen, gisteravond toen je dat nieuws over je heen kreeg, heeft dat jou overtuigd? Ben je overtuigd dat de pensioenfondsen, de gemeente Deventer en Robeco goede plannen hebben? Dat is aan jou. Wel blijkt dat in tijden van crisis, in tijden van onzekerheid voor onszelf, voor onze omgeving, dat je dan veel meer moeite moet doen als leidinggevenden, als bestuurders, als managers, als politici, om ons te kunnen overtuigen. En de vraag is dan, kun je me echt overtuigen met de argumenten die je hebt, of ben je me aan het manipuleren? Er is een scheidslijn tussen en dat is een hele lastige. Nou, op die dag dat die berichten verschenen gisteren, komt ook de Harvard Business Review uit. En daar heb je auteur Robert Caldini, een man die heel veel onderzoek doet naar invloed, het beïnvloeden van anderen. En hij heeft de 6 principes van invloed, de 6 principles of persuasion. De eerste begint over liking, mogen, mag ik jou? Vind ik jou leuk, vind ik je aardig? Op het moment dat je een ander leuk vindt en aardig vindt, heeft die persoon al een stap voor om je te kunnen overtuigen. Want je wil die ander niet graag teleurstellen. Je mag hem namelijk graag, of je mag haar namelijk graag. Reciprociteit. Eigenlijk heel simpel. Ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. Vertrouwen. Wil je mij vertrouwen? Dat begint niet dat jij mij vertrouwt. Allereerst zal ik jou dienen te vertrouwen. En de kans dat jij dan mij vertrouwt is in ieder geval aanwezig. Dat is ook met respect, ethiek. Het begint altijd vanuit mij naar jou toe. Dus ook met het overtuigen. Ben ik zelf overtuigd? Social proof. Social proof is moeilijk te vertalen. Wat zit er aan sociale waarde aan vast? Aan datgene wat ik nu ga doen. Kun je me overtuigen? Draagt het iets bij? Draagt het niet alleen iets bij aan jou als individu, maar draagt het ook iets bij aan mij, maar zelfs aan onze gemeenschap? Is het sociaal waardig, datgene waar je me van wil overtuigen? Nou, dan komt het woord waarvan je, als je me langer volgt, weet dat het een mantra is. Commitment. Ben jij gecommitteerd? Ben je gecommitteerd aan het plan wat je nu voorstelt? Het plan waarmee je mij wil overtuigen? En sterker nog, is die boodschap die je mij vertelt, is die consistent? Laat je het niet alleen horen aan mij, maar laat je het ook zien in je gedrag, dat het je serieus is. Vijfde principe is autoriteit. En niet zozeer autoriteit in de vorm van macht, politieke macht, bestuurlijke macht, maar veel meer autoriteit op het gebied waar ik nu voor sta. Zo zou het kunnen zijn dat de pensioenfondsen, wie weet, veel meer autoriteit hebben op het gebied van infrastructurele projecten dan degenen die zich er nu mee bezig hebben gehouden. Wie weet wordt het rendement nu plots vele malen hoger. Zeg nooit nooit. Dan is er nog schaarste. Schaarste betekent eigenlijk, kun je me overtuigen van iets wat uitzonderlijk is. Iets wat bijzonder is. Iets wat bijna uniek is. Die schaarste. Nou, daarover in de laatste Harvard Business Review. De 6 principes van overtuigen. Nou, de genoemde partijen hebben mij gisteren in ieder geval niet kunnen overtuigen. Wie weet lukt het dat nog in de komende dagen. Daarover lees je ook iets meer in de entry. Maar wie weet kan jouw organisatie, kan jij mij wel overtuigen. Ik ben erg benieuwd. Want in tijden van crisis, ja, dan heb je toch enige vorm van overtuiging nodig, nietwaar?